Dit is de In Europa Podcast met Geert Mak. Welkom bij hoofdstuk 12, december 1989-1999. Hoofdstuk 12. Boekarest wordt nog altijd gedomineerd door ja, het, het grootste voorbeeld van 20e eeuwse Europese megalomanie. Dat ik me ongeveer kan voorstellen: het paleis dat de Roemeense dictator. ...Nikolaou Ceausescu voor zichzelf liet bouwen. Samen met zijn vrouw Elina. Het is werkelijk een, een, een krankzinnig geheel van uh, zuilen, marmer, uh, enorme zalen. De ene zaal na de andere. Het paleis op de Dam kan er zeker vijf keer in, zo dus niet meer. Uh, en het is tegelijk het symbool van nutteloosheid. Want die Roemenen weten nauwelijks wat ze erbij moeten, nu. Ze hebben er een parlement maar in gevestigd. En er zitten, geloof ik, nog een paar musea. Uh, maar het is verder uh, een lege huls. Terwijl een groot deel van de stad Boekarest daarvoor is opgeofferd. Die Ceausescu wordt nu algemeen gezien als een van de goorste tirannen uit de communistische tijd. Die, die inderdaad zijn volk uitmergelde. En dit enorme rare gebouw liet bouwen... terwijl er tegelijk mensen nauwelijks iets te eten hadden. Toch, en dan zie je hoe pers werkt... en hoe propaganda werkt en hoe politiek werkt... was hij het knuffeldier van bijna alle Westerse uh, politici in de jaren zeventig... Uh, hij uh, werd op Buckingham Palace met alle egaars ontvangen uh, door Amerikaanse presidenten. Hij logeerde op Soestijk bij onze lieve koningin Juliana. Enzovoort, enzovoort. En waarom? Omdat hij een dissident was in de Koude Oorlog. En hij was, hij was aan de ene kant een communist, maar tegelijk volgde hij heel slim een beetje een eigen lijn ten opzichte van de Sovjet-Unie. En uh, lag een beetje dwars. En dan wordt je alles vergeten. Al die westerse waarnemers die in Roemenië op bezoek kwamen, hadden gigantische oogkleppen opgezet en wilden niks zien en niks weten. Giedenis maakt er een ander beeld van en ik denk dat dat reëler is. Maar dat laat zien opnieuw hoe je als publiek gemanipuleerd kan worden. Want wij allemaal dachten in de jaren 70 en 80, nou die Ceausescu is zo gek nog niet. Vergeet het maar. Een andere gedachte in de jaren 70 en 80 die wel klopte. dat was een, een, een soort, ja, zoiets zo wat men op verjaarsvisite soms tegen elkaar zei als je iets, uh, iets verstandigs probeerde te zeggen. Uh, nou, het gaat nu allemaal wel goed in Joegoslavië, want Joegoslavië was een poosje heel erg in de mode in de jaren 70. Vond het arbeiders zelfbestuur een heleboel mensen heel interessant. Uh, maar het kan daar verschrikkelijk uit de hand lopen als Tito eenmaal dood is. Dat was een beetje een, een versleten cliché in kringen van journalisten, uh, politicologen, historici. Maar het cliché kwam wel uit. Want het liep natuurlijk volstrekt uit de hand een paar jaar na de dood van Tito. Een vriend van mij, een, een, een Joegoslavische regisseur Zelimir Zilnik, heeft ooit een filmpje gemaakt. Waarbij hij een acteur uit het graf van Tito uh, de Belgrado liet binnenlopen. Uh, hij was helemaal als Tito verkleed en hij werd zelfs de, de binnenstad ingereden in de oude auto van Tito, met de chauff echte chauffeur van Tito achter het stuur. De acteur stapt uit en doet net alsof hij Tito is. En het was in het midden van de jaren negentig, in het midden van de Joegoslavische oorlog, in het midden ook van het krankzinnige nationalisme dat daar toen woei. En die zegt: uh, Wat is er in vreesnaam naam gebeurd met dit land sinds ik dood ben? En de mensen begonnen, die schoten alle minuut in hun rol, het publiek, en zei: Ach, uh, maarschalk, u moet toch eens horen. Er zijn de, de, de benden die u hebt achtergelaten, de mensen die u hebt aangesteld, er zijn allemaal tuigen. We zitten in drie oorlogen verwikkeld en het is allemaal een ramp. En dat gaat eindeloos zo door. Maar het is, het is aan de ene kant hilarisch. Uh, aan de andere kant liet het zien in wat voor el tempo een redelijk beschaafde federatie, dat was een federatie van, van, van Servië, Montenegro, Kroatië, Bosnië, uh, 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 hoe zo'n federatie in, hele, in, 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 in heel korte tijd toch weer uiteen kan vallen en zelfs tot, tot een, een waanzinnige staat van oorlog kan geraken. Uh, ik, heb, ik heb dat voor Servië heb ik het vrij ja, nog eens een keer teruggedraaid, geprobeerd te draaien, die film. Uh, je ziet dan in Servië dat, dat het land eigenlijk ontredderd is door, door, dat het uh, communisme. Uh, wat een bepaalde eigen identiteit had gekregen, een bepaalde staatsvorm had ontwikkeld, dat was weggevallen als ideologie. En uh, men het, het ging niet goed met het land en met de economie. En men zocht eigenlijk naar twee vormen om dat op te lossen tussen aanhalingstekens. En het nationalisme bleek een ideaal uh, verdovingsmiddel te zijn. Aan de ene kant schiep het een nieuwe ideologie. De ideologie van uh, terug naar vroeger, de eigenheid, het dorp. Als het eng is. willen mensen altijd weer terug naar het dorp. Dat is ook een van de achtergronden van het fascisme geweest en het anarchisme en het falangisme. Uh, en aan de andere kant ook, dat is het, het verleidelijke en het verdovende van het nationalisme, het is de, de druk voor vernederde mannen, vooral voor mannen. Als, als je werkloos bent geworden, eh, als, als, je, als alles waar je voor gewerkt hebt in een fabriek eh, niks blijkt te zijn, allemaal oude troep in vergelijking met het Westen, dan zoek je compensatie voor die vernedering. En als er dan iemand opstaat en die zegt. Jullie zijn fantastische mensen, jullie hebben echt uh, een grote geschiedenis, et cetera. Dan gaat het erin als koek. En dat moment zie je ook gebeuren in de Joegoslavische oorlogen: uh, een moment dat een middelmatige partijfunctionaris, Milosevic, die komt op bezoek in Kosovo. En die, uh, de, Servi de, de, de Servische inwoners van Kosovo die nogal, hadden nogal last van de Albanese, en er één man die was geslagen. En Milosevic komt die man tegen en die man doet zijn beklag. En Milosevic zegt voor de camera's: Wordt woedend en zegt: U zult nooit meer geslagen worden. En wij zullen daarvoor zorgen. En dat moment is opgenomen en dat bereikt werkelijk een, een gejuich los en een geestdrift. En dat televisiemoment is eindeloos opnieuw uitgezonden. En je ziet daar twee dingen gebeuren. Je ziet ten eerste dat dat. Enorm veel oproept bij de mensen in kwestie. Opeens wordt hun vernedering omgeslagen in agressie, in een soort zelfbewustzijn. aan de andere kant zie je bij Milosevic, je ziet het moment werkelijk dat hij denkt, hé, hey, dit is interessant. He, dat is ook een partij, een apparatschik die op zoek is naar een nieuwe basis, naar een nieuwe legitimatie. En die opeens denkt van, ik heb hier geloof ik een nieuwe formule gevonden. Je ziet dan ook dat hij in de maanden daarna dat verder uitbreidt. En je ziet ook dat allerlei andere mensen, vaak uh, niet helemaal eerst te lang rangs intellectuelen, uh, zich daar ook onmiddellijk meester van maken. En datzelfde licht in de ogen krijgen. En opeens denken. hé, hey, dit tamboeren op nationalisme, op angst. Op het omzetten van deze vernedering in. Kracht, al is het pseudo-kracht, al is het allemaal nep. Maar toch hier is schaar bij te spinnen. Nou, dat heeft in Joegoslavië geleid tot uh, afscheidingen. Uh, die, die voor het land zelf uh, heel slecht waren. Maar die wel dat weigevoel en dat die, ver, die vernedering zeg maar, konden compenseren. Uh, het is een heel tragische gebeurtenis geweest in Joegoslavië. Want eigenlijk was Joegoslavië van alle Oostbloklanden. Uh, zeg maar in midden jaren tachtig. het meest geschikt om vrij snel tot de Europese Unie te worden toegelaten. En als je uh, zo aan het eind jaren negentig door Joegoslavië reisde. zag je ook een land wat helemaal kapot gemaakt was door de oorlog. Maar je zag tegelijk dat het als het ware bevroren was aan het eind van de jaren tachtig. Uh, uh, de hotels zagen eruit als West-Europese hotels. Uh, Anno 1989. De, 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 het was allemaal niet zo slecht, ook de infrastructuur niet. Uh, het, het was ja, opnieuw waarschijnlijk meer in staat en sneller lid te worden van de Europese Unie dan bijvoorbeeld uh, Polen of, of, of misschien zelfs Hongarije, en zeker dan Bulgarije of Roemenië. Dus het land heeft zichzelf ook helemaal ja, uh, ja, uit, uit de Europese orde verwijderd. En het is nog een groot probleem. Om Joegoslavië daar weer bij te krijgen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een, tot een aantal oorlogen. Uiteindelijk heeft ook uh, de, het Westen uh, twee keer toe, tot twee keer toe ingegrepen. Eén keer in, in Bosnië, daar zijn uiteindelijk de Detenakkoorden uit voortgevloeid. En later nog eens een keer toen een genocide dreigde in Kosovo. En uh, daarbij is, is uh, Belgrado, en nog zijn ook andere grote steden vrij krachtig gebombardeerd. De Eerste Oorlog betreft, de Bosnische Oorlog is natuurlijk de hele Srebrenica kwestie, uh, de, de massamoord daar op de mannen van dat dorp is het meest bekend geworden. Daar heeft Nederland natuurlijk ook een, 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 een buitengewoon treurige rol in gespeeld. Uh, ja, om dit in anderhalve minuut te behandelen, dat, dat voert een beetje te ver. Je kunt wel zeggen dat, dat het een, in alle opzichten een debakel is geweest, zowel een diplomatiek opzicht als in militair opzicht. En misschien wel in de eerste plaats in diplomatiek opzicht. Want Srebrenica was niet te houden. Uh, en uh, Nederland heeft met name een enorme fout gemaakt... door te pretenderen uh, dat het militair wel te houden was. Dat mensen daar beschermd konden worden. Uh, dat kon natuurlijk niet met die paar honderd uh, Nederlandse militairen. En bovendien zag je in Srebrenica ook... Uh, dat het opnieuw het individuele van de oorlog... Uh, dat was wel een verschil tussen de Nederlanders en de Britten. De Britten waren bereid, als het erop aankwam, om gewonden in eigen gelederen te nemen en zelfs doden. Uh, waardoor ze respect afdwongen bij uh, de Servische en sowieso bij de tegenstanders. Uh, die tegenstanders wisten ook dat als ze uh, de Britten een geintje met de Britten zouden uh, uithalen, dan zouden ze dat binnen twaalf uur op een ongenadige manier op hun brood krijgen. Britten, Britse militaire traditie ook, uh, dat zijn toch echte vechters. Uh, de Britten zouden zich ook nooit in een situatie à la Srebrenica hebben begeven. Want Srebrenica was al lang opgegeven, zelfs door het Bosnische leger. De Bosniërs hadden zich ook al lang teruggetrokken. Het was echt een wanhopige enclave. Uh, dus je kunt zeggen, het is een diplomatiek debakel geweest van de Nederlanders... ...dat de Nederlanders sowieso daar zijn gaan zitten... Want het was door anderen wel degelijk voorzien dat dit hopeloos was. En ten tweede dat men ook daar niet de militaire kracht uh, en de militaire mogelijkheden uh, uh, bij plaatste. die nodig waren om zo'n enclave uh, te beschermen. Uh, ja, er het is, het is uh, zijn inderdaad een gigantische fouten gemaakt op dat terrein. Alleen, het gaat natuurlijk niet aan om de individuele militairen. Eh, daarvan alles in de schoenen te schuiven. Het andere is daten. En dan zie je weer dat, dat militaire macht en diplomatie ook succes kunnen hebben. De daten, het, de, het, het akkoord, wat trouwens nog steeds wankel is, en het is vragen of het goed gaat in het Bosnië, maar toch, want daar vrede heeft. Het dat is weer het succes van diplomatie en militaire macht op een goede manier gecombineerd. De tweede. Vrede die gesloten is, is uiteindelijk die, die uh, na Kosovo, uh, ook met militaire macht. Uh, waarbij je wel kon zien dat, de, dat opnieuw hier de individualisering speelde. Men waagde zich niet aan een grondoorlog. Men wou niet echt, echt vechten. Men wou niet echt gewonden nemen. En omdat het Westen een enorme technische, technologische overhand had, heeft men deze oorlog ook kunnen winnen. Men bombardeerde bovendien op een hele slimme manier. Alleen de installaties die echt bepalend waren voor het regime. Dus de burgerbevolking bleef vrij ongedeerd. Hoewel ik moet zeggen dat men bijvoorbeeld in Novi Sad de bruggen bombardeerde. Ik heb dat met eigen ogen gezien. Een uh, dat was natuurlijk een, een, een waanzinnige actie van, de, van het Westen... omdat uh, het front honderd kilometer, honderden kilometer verder was... en uh, die bruggen niks met de oorlog te maken hadden. Integendeel, de Serviërs enorm verenigden tegen het Westen. Want Heel veel Novizant met name was anti, erg anti-Milosevic. Maar uh, men bombardeerde als het ware ook weer de bevolking tot steun aan het regime. Daar moet je altijd verreselijk mee uitkijken. Wat ik in de Joegoslavië-oorlog ook heel duidelijk zag, iedereen die daar rondreisde. in Nederland werd enorm gesproken over de boycott. Werd er werden prachtige kamerdebatten, hoofdartikelen werden verschenen erover. In werkelijkheid was dat allemaal flauwekul. Ik heb nergens zo lekker verse Italiaanse vis gegeten. als tijdens de Kosovo-oorlog in Novi Sad, waar officieel nog geen ingeblikt sardientje verkrijgbaar hoorde te zijn. Iedereen reed rond in, uh, in auto's, er was uh, op dat moment geen enkele vorm van benzinetekort meer, terwijl officieel daar een hevige olieboycott aan de gang was. Je zag dus dat die boycott alleen maar de zwarthandelaars rijker maakte en indirect het regime. En toch liet het Westen gewoon die boycott doorgaan. En men was er blij mee en men was er trots op, want het was een mooi gebaar. In werkelijkheid was het allemaal onzin en werkte het. Aan voor rechts. Uiteindelijk liep ik vast in Sarajevo. Zo eindigde mijn reis. Want uh, tegen december 1999 begon het als een gek te sneeuwen. En uh, ik had nog naar Kosovo gewild. Dat was toen net een beetje vreedzaam. En ik dacht, dan kan ik helemaal de eindjes aan elkaar knopen. Maar helaas, het lukte niet. Dus ik ben uiteindelijk. ja... Ben ik afgedropen met een auto die mij over de Joegoslavische bergen loodste naar Split? En dan zag je ook weer het wonderlijke van Europa. In Sarajevo, bakken sneeuw in Split. Op zo'n december, zondagochtend. Prettig, warm, beetje Italiaans weer. En dan vlieg je naar Frankfurt. En dan ben je opeens weer in een wereld waar maar liefst drie prullenbakken op het station staan. Eén voor papiertjes, één voor peukjes, één voor ditjes, één voor datjes. En je bent weer in een totaal ander Europa. En zo zal het voorlopig nog wel even blijven. We blijven verscheurd, maar misschien worden we heel langzaam toch een beetje één. Wat Joegoslavië betreft, het is onvermijdelijk dat Joegoslavië ooit min of meer verbonden zal worden aan de Europese Unie. En misschien daar zelfs wel lid van zal gaan worden. Uh, zoals deze oorlogen, de Joegoslavische oorlogen, ook achteraf gezien toch wel onvermijdelijk waren. Het waren deels oorlogen die gevoerd zijn uit een ideologie van de humanitaire, humanitaire interventie. Uh, dat was de gedachte dat je het, het erfgoed van het Westen soms moest opleggen. Uh, wij willen geen volkerenmoord meer. Dat was heel Europa het wel over eens. En dat moest opgelegd worden in Joegoslavië. De humanitaire interventie, dat idee, heeft zich later ook verder uitgebreid naar andere delen van de wereld. Maar men begon ook te beseffen dat dat al heel snel zijn begrenzingen heeft. Dat je ook terechtkomt in situaties waarvan je denkt: ja, hier kunnen wij met al onze westerse macht ook niet zoveel aan doen. Wij kunnen niet elke dictator. Uh, om verwerpen. Er zitten in die humanitaire interventies soms ook almachtsfantasieën. Maar in Joegoslavië was het een reële interventie, omdat het niet ging om een land heel ver weg, maar om Europa, om onze invloedssfeer. Het was ook werkelijk nog eenmaal geholpen door de Amerikanen, maar toch, het was in wezen een Europese actie om een land dat midden in Europa ligt te dwingen. Bepaalde Europese normen te volgen. En dat maakt, gek genoeg, toch wel, dat, dat geeft enige hoop. Uh, de Europese Unie verkeert op dit moment in een crisis. En in de kern gaat het om de vraag: wordt het meer dan een economische eenheid? Wordt het meer dan een, 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 een soort vrijhandelszone met een gouden randje? Uh, wordt het meer dan alleen maar. Een munt en grenzen waar we snel over kunnen rijden, al is dat al wonderbaarlijk in vergelijking met 50 jaar geleden. Wordt het ook meer dan, zoals sommige diplomaten het uitdrukken, dan een heel efficiënt systeem om uiteindelijk alleen maar je nationale belangen goed te regelen? Gaan we toe naar een systeem we, waarin we ook echt onze gemeenschappelijke Europese belangen gaan regelen? En dat is op dit moment. De grote vraag en ook de, de grote breuklijn waar Europa voor staat. Want als we echt gezamenlijke Europese belangen willen gaan regelen. En ik denk zelf dat dat onvermijdelijk is in een wereld waar hele nieuwe spelers opstaan. Eh, waar ook buiten dat veilige Europa een toenemende chaos aanwezig is. Waar het ook steeds gevaarlijker wordt. Wij moeten gezamenlijk. Een aantal dingen gaan organiseren. Gezamenlijk buitenlands beleid, gezamenlijke defensie. Maar dat betekent ook dat we een gezamenlijke politiek moeten gaan ontwikkelen. Een gezamenlijke politieke cultuur, een gezamenlijke democratie. Dus niet meer uit idealisme, maar uit noodzaak. Uit, om het gevaar te keren, zullen wij gezamenlijk Europeanen moeten worden. Die Joegoslavische oorlogen waren. In al hun treurigheid, misschien wel een eerste voorspel van die noodzaak. We hebben er bepaalde dingen van geleerd. Misschien niet genoeg, maar we hebben er wel wat van geleerd. Het belang van bijvoorbeeld Europese normen, het belang ook van gezamenlijk optreden als Europese landen. En in die zin kun je zeggen: als je terugkijkt naar twintig jaar geleden. Europa is wel op een bepaalde weg. Twintig jaar geleden deden we alles nog apart. Dat is nu niet meer zo. Alleen hebben we tijd genoeg? Dat is de vraag.